Welkom beste kijkers bij weer een nieuwe uitzending van Ondiep TV. In deze uitzending vraag ik aan de directeur van het Volksbuurtmuseum hoe de tentoonstelling van Rode Brug tot Benenkluiver uit gaat zien. Vraagt Erik aan de Ondieper wat ze vonden van de rellen die afgelopen week in Nederland hebben plaatsgevonden. En tot slot ben ik bij de Ondiepse ondernemer Bobby Murk in Houten. Veel kijk en wijkplezier. De tentoonstelling van Brug tot Benenkluif zal naar verwachting vanaf maart in het Volksbuurtmuseum gehouden worden. Ik ga alvast in gesprek met Lisette Jansen. Waarom gaat het Volksbuurtmuseum een tentoonstelling over de Rode Brugbuurt organiseren? Ja, het Volksbuurtmuseum gaat natuurlijk echt over de volksbuurten. Was ooit ontstaan in Wijk Zee en ook heel erg gericht heel lang geweest op de verhalen uit Wijk Zee. Wij willen met het museum eigenlijk ook een stapje verder gaan. We willen stadsbreder worden. We hebben vorig jaar over de Zeven Steegjes een tentoonstelling gemaakt. En nu inderdaad over de Rode Brugbuurt. En waarom de Rode Brugbuurt? Omdat het gewoon, dat is echt nog een hele authentieke volkswijk. Het is een klein buurtje, het is afgekaderd door de Vecht, Loevenhoutse Dijk, spoor aan de andere kant. En het is een buurt waar bijvoorbeeld nog heel veel families wonen die daar al generaties lang wonen. Waar in de zomer nog best op straat wordt geleefd. Die er nog de kenmerken heeft van de volksbuurt. Daarom vonden we het heel leuk om dat in het licht te zetten. Nou, ik vind dit zelf wel heel bijzonder. Het is waarschijnlijk niet zo heel goed te zien zo. De tentoonstelling gaat ook heten Van Brug tot Benenkluif. En de Benenkluif, dat was een fabriek die daar zat. En daar maakten ze van botten maakten ze beenzwart. En dat werd weer gebruikt om suiker te ontkleuren. Alleen die botten die lagen gewoon in de open lucht. Hè. Die werden aangeleverd en daar zat, was dierenbotten. Daar zat allemaal nog vlees aan vaak. En dat lag daar gewoon. Een beetje te rotten eigenlijk. En wat we zijn ook allemaal artikeltjes tegengekomen dat er op een gegeven moment was die fabriek dicht vanwege vakantie 2 of 3 weken. Maar die botten lagen daar nog. En toen is er echt gewoon een madenplaag geweest. Er was gewoon een dek van maden wat daar door de straten liep. Ja, dat kunnen wij ons nu natuurlijk niet meer voorstellen, dat zo gaat. De fabriek is in 65, geloof ik, als ik het goed zeg, is die er ook vertrokken. Want dat kon natuurlijk niet meer in de wijk. En hoe kom je dan bijvoorbeeld aan al het fotomateriaal van de Rode Brugbuurt? Nee, dat is zoeken. Hè? We hebben natuurlijk het Utrechtse Archief. Daar kan je natuurlijk dingen halen. Maar wat wij vaak heel leuk vinden, wat we ook veel doen, is proberen om gewoon foto's van mensen zelf te krijgen. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in de foto's. Ik noem maar wat, sectefoto van de Rode Brug. Maar wij willen ook heel graag foto's van het leven op straat. En die zijn vaak natuurlijk, die vind je niet altijd bij het Utrechtse Archief. Dus wij gaan echt bewust wel bewoners benaderen. We hebben nu in deze buurt ook, we hebben iedereen een brief gestuurd. Van sowieso, we gaan daar een tentoonstelling over maken. Heb je nog foto's? Heb je nog verhalen te delen? Neem dan contact op. Nou, daar hebben we ook al een aantal reacties op gekregen. Dus we proberen eigenlijk door het contact te leggen met de bewoners ook de informatie te krijgen. En wil je ook met deze tentoonstelling zowel het heden als het verleden laten zien? Het was een hele levendige wijk. Hè? Er zaten heel veel winkels. Nou, dat is leuk om te laten zien. Maar we willen ook heel graag horen wat de huidige bewoners vinden van hun wijk. Er is natuurlijk nieuwbouw gekomen. Dat heeft best ook wel wat in reuring gezet in de wijk. Hè? Want een nieuwbouw geeft verandering. En verandering is altijd natuurlijk een beetje lastig. Nou, wat vinden die nieuwe bewoners nou van die wijk en hoe ze daar wonen? En doen die mee met bijvoorbeeld het buurtfeest? Dat zijn ook de verhalen die we graag willen horen. Hallo, wij staan hier bij de Hoogstraatbuurt, waar dit jaar het jaarlijkse buurtfeest gaat plaatsvinden. En wij gaan even kijken. Ja, dit is een foto van een kapper, Achterberg. Ja, ik vind het gewoon zelf ook een hele mooie foto, omdat het gewoon zo'n hele mooie oude foto is met die mannen hier zo in die kraakheldere witte schorten. Kapper. En wat heel leuk is dat er in die buurt, en dat zie je natuurlijk nu niet meer, want op een gegeven moment kwam natuurlijk winkelcentrum Overvecht. Dat is natuurlijk overal anders geworden, maar ook daar, dat alle kleine winkeltjes, die verdwenen. Maar er zaten daar wel heel veel winkels.
En wij gaan ook voor de tentoonstelling gaan we ook een video maken waarin we rondlopen door de wijk met een aantal bewoners. En die kunnen dan ons nog vertellen over wat daar zat. En stel, als ik nu nog foto's heb of ik heb een verhaal waarvan ik zeg van nou, dat is wel interessant voor de tentoonstelling. Graag, ja graag. Bel ons, mail ons. Je kan mailen naar info@volksbuurtmuseum.nl. Je kunt ons ook gewoon bellen, spreken in op het antwoordapparaat als er niemand is. Nee, wij hebben graag zoveel mogelijk verhalen en foto's. We zijn hier bij de plantage in Ondiep en ik vroeg me eigenlijk af, wat denkt de Ondieper van de rellen van de afgelopen paar dagen? Vinden ze het extreem belachelijk of hebben ze er eventueel nog wel begrip voor? Ja, vind ik verschrikkelijk. Vind ik heel erg, ja. Ik vond het gewoon angstig. Ik denk, nou, als ze nou in Utrecht ook nog gaan beginnen, dan waardeloos. Ja, nee, het is gewoon voor die ondernemers niet eerlijk natuurlijk. Er is geen enkele reden waarom jij... Waar je denkt dat je dit kan doen en waarom je dit zou moeten doen. Dus. Nee, ik vind het gewoon asociaal wat er gebeurt. Ja, vreselijk. Ja. Geen goed woord voor over. Als je wilt demonstreren is prima, maar dat heeft niks met demonstraties te maken als je dingen gaat vernielen en zo. Wat denk je dat er oorzaak kan zijn van de ontevredenheid van de railschoppers? Nou, ik denk dat mensen die ook al heel lang binnen zitten en ook behoefte hebben aan... Ja, hun stem te laten horen. Ja, ik heb geen flauw idee. Ik denk dat het gewoon jongelui zijn die hier gewoon een lekker partijtje rail willen schoppen. Misschien pure verveling, ik weet het niet. En slechte opvoeding, ik heb geen idee. Ik heb er niet voor doorgeleerd, maar ik denk dat mensen die normaal misschien op andere vlakken er kans hadden om te rellen. Bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, weet ik veel wat, ontevredenheid. Dat er nu een beetje uitkomt. Misschien onbegrip, het is natuurlijk een onzekere situatie. Dus dat kan me voorstellen, maar... Ik weet niet dat dit een uitkomst zou moeten zijn. Wat zou er in principe ook nog een oplossing voor kunnen zijn, denken jullie, om het gewoon te stoppen? Ik denk als ze er een paar pakken en die gelijk ergens op een eiland zetten. Met een paar pitbulls erbij. Hè? En dan lekker hoge straffen, denk ik, dat misschien kan helpen. Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik echt niet weten. Dat moet de regering doen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het zijn harde mensen, harde ondernemers die keihard elke dag werken. En dat wordt gewoon nu nog meer ontnomen. Ik denk dat zeker gewoon met harde hand gehandhaafd mag worden. Hoe onderneemt de ondiepse ondernemer Bobby Murk in coronatijd? Ik ga het hem vragen in Krancafé Tante Fie in Houten. Het is eenzaam en stil. Het is, mijn familie heeft het gebruikt, nu we stil zijn en dicht zijn, om de keuken te gaan te verbouwen, want 2 jaar geleden hadden we het idee om een beetje keuken erbij te gaan doen bij het paardengebeuren. En ja, en dat is uitgegroeid tot iets groots. En gelukkig zijn ze in de positie dat ze in deze tijd de keuken hebben kunnen verbouwen die we echt nodig hadden voor de capaciteit. Maar is dan de verbouwing van zo'n keuken in coronatijd geen groot risico wat je neemt? Dat denk ik niet. We hebben hier natuurlijk, als alles weer een beetje op gang komt, hebben we ook hele grote wedstrijden. Er worden hier ook voor feesten en partijen wordt het allemaal afgehuurd. Vooral in de weekenden met de gezinnen en met de jonge kinderen. Die komen steeds meer en ze kunnen hier maar aanlopen, ze kunnen hier maar aanspelen. Kijk, het zal ten alle tijden een manege blijven. Dat is ook hoofdzaak 1. Dus er zal altijd een beetje zand op de grond liggen of je zal altijd wel wat ruiken. Maar voor de rest proberen we hier gewoon lekker te koken en het wordt steeds drukker. Deze paal stond er nog. Toen was zeg maar dit de binnenkant van de keuken, rechtdoor naar achteren. En we hadden voor de helft koken en voor de helft hadden we spoelkeuken. Ja. Ze hebben er 4 meter naar buiten toe bij uitgebouwd.
met de koelcellen en de vriescellen die daar in de hoek staan, ook allemaal op één hoogte. In één zin uitleggen hoe moeilijk het is om te kunnen ondernemen in coronatijd? Dat is ontzettend moeilijk, vooral als je horecabedrijven hebt die verder helemaal geen inkomsten hebben. Dan ben je echt afhankelijk van wat je van de staat krijgt en wat de vaste gasten jou af en toe voor steun doen, want je bent echt alles kwijt. Krijgen jullie ook ondersteuning vanuit de overheid? Nee, omdat het bedrijf doorloopt met de inkomsten van de paarden. En wij verkopen ook in de weekenden maaltijden. Dus dat gaat niet door. Verwacht jij dat je binnenkort open kan gaan? Nee, ik denk niet heel snel. Vooral omdat ze nog een derde golf verwachten. Ik denk dat we nu toch richting eind april, begin mei gaan. Heeft corona ook nog invloed op je, zeg maar, je persoonlijke leven gehad? Nou, de laatste tijd wel, ja. In de eerste keer dacht ik van, nou, het zal allemaal wel meevallen. Maar toen het de tweede keer weer kwam. En je moet sluiten, de winkel sluiten. Je familie van je vriendinse kant krijgt het allemaal. En het heeft toch wel een impact gehad op mij. En wat wij gewoon waren in het leven, het gewone leven, dat is gewoon voorbij op dit moment. Heb je wel eens zorgen gemaakt? Nee. Wel om de gezondheid van andere mensen. En het raakt mij ook wel dat de horeca gewoon heel erg geraakt wordt. Want ik ben ook op een bejaard geboren. Ik weet niet beter, dus horeca zit gewoon in mijn bloed. En ik heb wel met iedereen, ik heb echt te doen met de mensen allemaal. Die echt alleen afhankelijk zijn van de horeca dus. Hoe zie jij de toekomst nog als ondernemer? Ik onderneem nou alleen in de keuken namelijk en daar ben ik een onderdeel van. En ik denk als we corona aardig weer onder de knie krijgen, dat wij allemaal weer moeten omarmen dat hoe het leven voor de coronatijd was, dat het gewoon een cadeautje is. En dat we daar iets zuiniger mee om moeten gaan met z'n allen. Onlangs is onze U in de Wijk collega Monique Jansen overleden. Monique zette zich in voor zowel de wijk Pijlsweert als Ondiep en Zuilen in het bijzonder. Monique, bedankt voor alles wat je hebt betekend. Rust in vrede.